Waarom zijn ze? Heb je het nog wat drukker gehad dan je misschien verwacht had vandaag? Nee, op zich niet. Ik had niet verwacht dat we het heel makkelijk zouden winnen. Dat bleek ook wel vandaag. Maar we hebben precies gedaan wat we moesten doen. Dus dat was wel fijn. Was het een zakelijke overwinning? Dat kun je bijna wel zo zeggen, ja. 1-0 scoren vroeg in de wedstrijd, dat was lekker. 2-0 redelijk vroeg in de tweede helft. Dat haalde de angel wel een beetje uit hun spel. En bij de 3-0 was het wel klaar. En was wel prettig. Hoe moeilijk is het om in zo'n wedstrijd scherp te blijven als keeper? Nou, niet moeilijk. Je houdt jezelf scherp. Je bent aan het coachen. En je hebt uiteindelijk ook genoeg nog te doen met meevoetballen en voorzetten eruit halen. Dus, ja. Jullie hebben nu na de winterstop 6 wedstrijden op de 0 gehouden. Er nu 3 op rij inmiddels, al in de competitie dan. Hoe lekker is dat? Ja, dat is heerlijk. Daar kan ik wel van genieten. Dat staat uitstekend. En vandaag denk ik 1 grote kans weggegeven. Die ging via de hak van de Omar naast. En voor de rest eigenlijk ook nauwelijks iets weggegeven. Dus uitstekend. Is dat voor jou en de verdediging hetzelfde als wat het voor Bart bijvoorbeeld is om te scoren? Die 0 houden? Ja, ik ben er wel heel blij mee. Ook dan fluit die scheids voor het einde. En dan denk ik toch, ja, weer lekker die 0. En dat is wel... Het is niet misschien de euforie van een goal, maar het is wel lekker. Het helpt jullie bovendien om het doelsaldo wat op te krikken. En jullie staan nu gedeeld 4e. Volendam komt er ook al bijna aan. Eigenlijk ligt de weg vrij naar een derde of tweede plek als je de jonge teams er tussenuit haalt. Ja, als je die er tussenuit haalt, dan valt er nog wel wat tussen weg. Jong PSV en Jong Ajax staan boven ons. Dus we staan er goed voor. En zeker met oog op play-offs hebben we vandaag wel hele goede zaken gedaan.